Bram Ros, hoe heb je deze wedstrijd kunnen verliezen? Ja, de ballen er niet in schieten, dat is het punt. En ja, dat is zo'n hele oude voetbalwet die ze altijd zeggen. Als je hem zelf niet maakt, dan doet de tegenstander het wel. En ja, dat gebeurde vandaag. En kijk, ik heb heel veel wedstrijden tegen Katwijk gespeeld dat wij echt de minder waren. Maar vandaag moesten wij hem gewoon winnen. Maar het is niet gelukt. Met name voor is het, je moet met 3-0 de rust in. Ja, dan kijkt er niemand raar op, denk ik. En dat hebben we wel vaker gehad, dit soort wedstrijden. En als we dan 3-0 voor staan met rust, dan is zo'n wedstrijd gespeeld. En vandaag is dat niet zo. Kom je zelfs nog voor rust op 1-1. En ja, dan weet je dat een derby altijd een derby is. En dat er heel veel gebeurt. En ja, ik denk dat het publiek wel heeft kunnen genieten. Maar ja, voor ons is balen natuurlijk. Het is wel een bevestiging dat jullie echt mee kunnen doen met de top. Ja, veel mensen hebben natuurlijk gezegd van ze hebben een matige tegenstanders gehad in de voorbereiding. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ook tegen een ploeg als Katwijk gewoon aan de bal beter zijn. En dat we een wedstrijd kunnen domineren. En ja, nou moeten die kansen erin. Maar ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we zeker in de top 5 mee mogen spelen dit jaar. Ja. Met bluff, is die bluff dat je dat kan, is dat dan de winst van deze wedstrijd? Nou, nee, we wisten wel dat we goed zijn aan de bal. Maar ja, de Katwijk is een andere tegenstander dan andere ploegen die we hebben gehad. En als je dan vandaag ook aan de bal zo comfortabel bent en zulke kansen creëert en eigenlijk ja, dwars door het middenveld van Katwijk heen kan spelen regelmatig, dan ja, dat bevestigt wel dat we gewoon een hele goede ploeg hebben. Die mee kan doen om de prijzen. Ja, kijk, ja, ik denk dat het kan. Alleen, er kan zoveel gebeuren in het seizoen. Katwijk wil kampioen worden. Quickboys heeft gezegd dat ze kampioen moeten worden. Spakenburg heeft gezegd dat ze kampioen moeten worden. Dus ja, dan kunnen wij ook nog wel zeggen, wij moeten kampioen worden. Maar ja, we hebben dit seizoen als doelstelling gehad om gewoon goed voetbal te laten zien. En dat is de eerste 7 wedstrijden prima gelukt. En ook met goede resultaten. Dus ja, als je dat volhoudt, kan je heel lang meedoen, ja. Dan vanavond de bekerloting. Even wat leuks. Mag je zeggen waar je op hoopt? Kolping Boys thuis. Kolping Boys thuis, dat lijkt me een droomloting. Ja, dat lijkt me prima. En dan een ronde door. En kijk, nou moet je zeggen, Kolping Boys thuis kan je ook nog verliezen. Hè? Dus je moet ze zeker niet onderschatten dan. Maar als ik mag kiezen, dan zo'n ploeg thuis, ja. Nou, we gaan met je mee hopen. Is goed, dankjewel. Succes nog, hè.